Met schep en gieter zijn al deze kinderen klaar om aan het werk te gaan. Gaat goed. Nou, we zijn bomen aan het planten en dat moet voor de natuur. Doe je een beetje drukken, dan doe je scheppen en dan haal je het een beetje aan de zijkant. Voor veel kinderen is het voor het eerst dat ze een boom planten en dat is best hard werken. Nou ja, het is best lastig en het is ook best moeilijk om zo hard te drukken, maar voor de rest niet. Ja, je krijgt wel een beetje rugpijn van. Het is wel leuk. Ik vind het zelf heel leuk, want ja, ik vind het sowieso wel leuker dan op school zitten en gewoon leuk een beetje buiten dingen doen. Niet alleen hier wordt er geplant. Zo'n 150.000 kinderen doen mee aan Boomfeestdag. Allemaal om de natuur een handje te helpen. Bomen zijn goed voor een heleboel dingen. Je kunt erin klimmen, er groeit van alles aan wat lekker is. En ze zijn ontzettend belangrijk voor het klimaat. Want hun bladeren nemen CO2 op uit de lucht. Dat is de stof die door fabrieken, vliegtuigen en auto's in de lucht terechtkomt. En te veel daarvan is niet goed voor het milieu. Bomen ruimen dat dus op en geven daarvoor in de plaats zuurstof af. Dus hoe meer bomen, hoe beter het is voor ons en de aarde. Juist daarom bestaat Boomfeestdag nu al 65 jaar. Dit was een van de allereerste edities. Toen deden er veel minder mensen mee dan nu. En er waren ook kinderen die toen 10 jaar oud waren. Die zijn nu natuurlijk alweer 75 jaar oud, dus die hebben ook alweer kinderen en kleinkinderen. En dat waren toen 1600 mensen, die gingen allemaal één boompje planten. En dat was het in heel Nederland. De bomen die toen geplant werden, staan er nu nog steeds. En dat zijn nu echt lekkere, dikke, gezonde bomen geworden. En daar hebben ze vlakbij weer nieuwe boompjes geplant. Dat was echt heel leuk. De organisatie heeft uitgerekend dat er in al die jaren 10 miljoen bomen zijn geplant op Boomfeestdag. Het grootste deel door kinderen. Hier vinden ze het eigenlijk best een goed idee als volwassenen ook bomen gaan planten. Mijn moeder zit ook heel vaak achter de mobiel zelf. En dan gaat ze ook minder naar buiten. Het zou eigenlijk wel goed zijn als er ook zo'n dag voor volwassenen is. Ja. In totaal worden er vandaag ongeveer 200.000 bomen geplant. Nu zijn ze nog hartstikke klein, maar over 65 jaar staan ze er vast mooi bij. En wat de kinderen daarvan vinden... Ja!